Yo, beste kijkers van DW Visteam, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering. Het is zover, tijd om weer lekker een nachtje te gaan karpenvissen bij mijn grote maat Bram de Boodschappenman. Jullie kennen hem hoogstwaarschijnlijk wel en we gaan vissen op een stek waar we vroeger best vaak gevist hebben. De afgelopen jaren niet meer, veel video's geschoten, werd aardig druk bevist, hadden we geen zin meer in. Maar nu, sinds 2 maanden tijd, is het helemaal omringd met grote hekken, graapmachines, hijskranen, noem maar op. Dus er kan de afgelopen 2 maanden al helemaal niemand vissen. Toch hebben Bram en ik gisteren een kleine ingang weten te vinden waar we toch met de viskar doorheen kunnen. Dus moet je nagaan, het water wordt er 2 maanden niet bevist. Wij hebben gisteren 4 kilo boilies in het water gegooid. Alle stekken netjes aangevoerd. En ik sta hier te wachten op mijn grote vriend. Hij komt zo meteen aan binnen nu maar 5 minuten. Dan gaan we erheen en dan nemen we jullie mee op avontuur. Ik zou zeggen, doe alvast een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer en kom lekker met ons mee. Nou dames en heren, Bram die komt er nu aanrijden. Wat hier nou gebeurt? Ja, mijn petje als ik hem op had, had ik hem al gedaan. Maar wie hebben we hier nou? Chit de Venderski! Hey, Playboy! Wat doe jij nou hier? Ja, ik doe even iets hard. Maar ga je een nachtje mee? Ik ga gewoon. DW special. Ja, man. Ik ga gewoon even gezellig mee. Nee! Maar ik moet dus om 6 uur bij de proefles BJJ zijn. En dat zo 25 minuten. En dat is zeker nog 20 minuten fietsen. Nee, lui man dat je meegaat. Lui man dat je meegaat. Hey, cheese! Bram de boodschappen man! Het koude echt ongeluk gebeurd daar. Niet normaal, echt 4 auto's op elkaar geklapt. 4 auto's op elkaar geklapt. Ja, maar jullie zijn tenminste wel veilig aangereden. Nee, nee. Wij moesten er wel even flink omheen. Oké, nou zullen we doorrijden dan? Ja, op de zaag. Op de zaag, hè? Nou, dan zijn we dan aangekomen in het kabouterbos. Hierachter heeft de stek. Maar dat is de enige ingang om bij de stek te kunnen komen. Ja. Dat was nog een opgave. Ja, dat is nog steeds. Waar is Bram de boodschappen man? Die zijn we kwijt. Oh, hey! Oh, dat schepnetje valt er bijna op. Oh. Laat zien. Oh, dat is ook niet best. Nou goed, het is nog een klein stukje. Dan moeten we nog een aardig stukje door het gras heen lopen. En dan komt de echte verrassing. We hebben gisteren namelijk 3 kilo wezen voeren. 3,5 kilo. En er staan 2 kleine tentjes met daarin zwervers of polen. We weten het niet. Gisteren lag er niemand in. Maar die staan wel op onze stek. Precies waar de hengels moeten staan. Dus als ze erin liggen. Wat zei u? We komen bijna elke avond. Oh, die gasten met die 2 tentjes. Maar die liggen er nou niet, toch? Ah, nou dan kennen wij ook waar we zitten, toch? Ah, dan zijn ze ook aan het nachtvissen dan? Ja, grote kleine jongens. Zo breed als jij. Hey! Dat schilder. Geen zorgen, geen zorgen. Nou goed, we zijn er zitten niet dan. Ja, best. We bouwen gewoon die tent er omheen, geen probleem. Wordt weer gezellig. Ja, nou we hebben toch gevoerd, hè jongen. Ja, daarom. En gisteren waren ze niet, we konden het niet vragen. Dus we gaan gewoon even kijken. Als we nu wel zijn, zijn we. De lul. Nou, strijders, we zijn er. En zoals we vertelden, hier staan dus de 2 polententjes. En als het goed is, volgens die meneer zit er niemand in. Wakker worden! Kijk, er zit helemaal niemand in. Liggen geen hengels in, niks. En we hebben hier gisteren toch 4 kilo gevoerd. Ik vind het een apart verhaal. Waarom zou je dat zo neerzetten? Ja, ik vind het ook apart. Ik ga ook niet in de tenten kijken wat erin ligt, maar we gaan wel gewoon de spullen opbouwen hier, denk ik. Sowieso. Heb je er zin in? Ja, we hebben flink gebikkeld, dus... Hey, ik had even dat tentje opengemaakt. Kijk, dan ligt hier een briefie. Bij problemen even graag bellen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de kerel even opgebeld. Was een Pool en hij zegt, ja, vertel maar, ik kan een beetje Nederlands. Een beetje slecht. En hij zegt, ik heb tegen hem gezegd, we hebben hier een paar avonden gevoerd. We gaan hier ook even vissen. En hij zegt, ja, is goed. Dus ik weet niet of hij het begrepen heeft, maar hij weet het tenminste wel. En dan gaan we lekker de sek opbouwen. Dat is een beetje een rare vent. Ja, vond ik ook. Maar goed, die zien we vanzelf wel verschijnen. Yes. We boffen toch weer met dat lekkere weertje. Ja. Het zonnetje is er. De tentjes staan op. En Chitter die was zijn boodschappen vergeten, dus dat mocht hij nog even lekker halen. En wij hebben gisteren hier 2,5 kilo gevoerd. Nee, 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo gevoerd. En we hebben er zwaar de vertrouwen in. Chitter heeft er vannacht 5 gevangen. Dus... Ja, lekker nachtje. Die video staat dus online. Ja. En we hebben net even, ja natuurlijk, ik heb het al gezegd, met die Pool gebeld van het tentje. Maar die zijn echt niet aan het vissen hoor, we hebben al in de tenten gekeken. Het is een heel vaag verhaal, maar het zal wel. Wij zitten hier dus, ik kan zeker niet opruimen. Nee, ben je gek. En die vent aan de overkant, die zei wel dat ze aan het vissen waren, maar helemaal geen vispullen, niks. Nee, inderdaad. En we hebben hier gevoerd, dus ja, heb je er vertrouwen in? Ja, sowieso. We gaan even de lijntjes uitvaren en dan even lekker eten. Yes, Chit is even naar Jiu-Jitsu. Proefles. En wij gaan vast alles opbouwen. Chit is het eentje, die staat al. Ja. Moet goed komen. Ik heb er echt goed gevoel bij. Wietse vannacht ook een paar dikke spiegels gevangen. Dus dat betekent dat de karpers goed aan het eten zijn. Dus dat zou hier ook moeten lukken, zou je zeggen. We gaan nou even knallen, de hengels klaarmaken.
En jullie gaan het allemaal beleven. Wietse de spiegelkoning. Ja, ja, de grote praatjesman. Ja, mooi. Hij staat gewoon op 8 spiegels dit jaar, hoe dan? Ja, en jij? Ik op 5. Oh, ook lekker. Ja, ja, ja. En ik op 1. En Chitte op 2? 2. Yes, Chitte is weer terug van weg geweest. En we gaan de eerste hengeltjes in het water laten. Waar we vandaag mee gaan vissen, zijn de standaard onderlijnen. Jullie kennen ze ondertussen wel. Qua haak gebruik ik de medium curve, maatje 6. En als haakaas gaan we vissen met de hard ones. Uitgehouden boilies, scopers maken. We hebben de afgelopen dagen namelijk gevoerd met de scopers bollen. 3 kilo gevoerd. En ja, de andere hengel is precies hetzelfde eigenlijk. Scopers bol met eronder een klein fake wit dumbbeltje. Hier een klein fake wit maisje. En ja, deze hengels zijn klaar. Die gaan we te water laten. Bram is ondertussen ook klaar. Chitter is net aangekomen. Die moet zijn hengels ook klaarmaken. We gaan werken jongens. En ik heb er vertrouwen in. Er gaat een vis er komen. Nou, het eerste hengeltje ligt in. Ik zal even laten zien. Ik sta hier tussen de polententen. Dan hebben we hier zo. Hengeltje nummer 1. Ja, die staat er toch keurig bij. Die gaat richting het overkantje daar zo. Ook leuk. Voor de ingang van de polstent. Maar ja, ik moet er toch bij. Die andere hengel die gaan we of hier zetten. Of ook ernaast. We kijken wel even. En ja, die polen zullen straks vanzelf weer thuis komen. Maar ja, ze hebben zelf ja gezegd dat het mocht. Dus we gaan het meemaken allemaal. We kijken wel even. Hè. Yes, maestro. We hebben zelf varen met onze wie afstandsbediening. Ja, dat is goed. Dan moet je even het hengel vasthouden. Mag je die hebben? Pak deze van je. Staat hij open? Kun je die klep open doen? Ja, zoals thanks. Je ziet, zie je daar een kommetje. Yes. En nou, daar gaat hij een beetje in het midden. Nou, ik zou een beetje, ja, ik moet het zo weten. Wietje die heeft er vroeger vaak gevist. Zo, allemaal vongetjes. En Wietje heeft er vroeger vaak gevist en een paar mooie spiegels gevangen, een paar dikke vissen. En nu echt, ja, aan de overkant ziet het op het bruggetje, hekken, je kunt er nergens meer komen. Met de auto helemaal kansloos. Ja, ik zou niet te ver in, hoor. Ik zou zoiets, ja, zoiets, zoiets, zoiets. Boom. Dan is die gedropt en ja. Dan voer ik met de boliepijp nog een klein beetje eromheen en dan zijn we er klaar voor. Lekker chef, lekker bezig. Nou ja, toch, als je hem even terugvaart. Ja toch? Wij hebben allebei al een hengeltje in liggen. Hé, heb je nou een nieuwe tas? Ja, ja. Kijk eens even. Kan je me nog optillen met de spieren van je? Nee, helemaal verzuurd van het sporten. Kijk, mooi tasje, hè? Yes. Kun je zo ook je rug doen? Nee, hier gaat chill. Rich Monkey Luggage. Helemaal toppie. Top man. Maar moet jij niet beginnen dan? Dus ik ga even één Ronnie richten aanknopen en eentje met een XXL tijgernoot vissen. Een zwarte, wel geteld. En dat ga ik inderdaad nu even regelen. Ja toch? Bijna klaar, dus dat komt goed. Stek. Hey, Sveggy Playboy. Eerst denk ik, is klaar. Je ziet het. Oh, je ziet het niet. Eén kleine zwarte, grote zwarte tijgernoot. En die vis ik op een voertje die zeker al een week in mijn emmer zat. Ze ruikt heel lekker. Hij is dressuur doorbrekend, jongens. Nee, dat is grondvoer gemixt met boekweit. En gekruste bolies. Ja, en een paar bolies en een beetje tijgernoten. Het schimmelt niet, hè? Nee, dan. Het is allemaal perfect. En ik ga deze ga ik daar tegen het kopje van Ries varen. Daar zitten ze hoor. Hey, wat ben jij aan het bakken? Yes. Ja, 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 we zijn een lekker kippertje aan het bakken. Oh, wat lekker, lekker. En jij? Een lekker kipburgertje. Gaan we nou in de pan gooien. Hij is bijna heet. Oh, die kip, waar is dat goed voor jou jongens? Ja, we moeten sporten. Hey, hey. Dat moet gebeuren, hey. Hè? Hey, hey, en waarom doe je ook eens die spierbal? Nee. Ja, ik heb ook even een bakkie leeg. Oh, lekker kippertje. Bezig, hey. Lekker. En nu moet je even die witte bollen filmen van je. Witte bollen? Ik heb bruine bollen. Ja. Mocht af. Ik wil even slaan. Ah jongens, een goede morgen. Hij ligt daar nog lekker te maffen. Onze Daniel Tiedink. En Bram ligt hier ook nog lekker bij. Brammetje! Ja, die ligt ook zo hard te slapen als maar zijn kan. Maar wat is er nou gebeurd? We hebben gisteravond helemaal vergeten te filmen. Maar allebei mijn hengels zijn afgegaan. Zoals je hier ziet. Eentje die had zich helemaal vastgezwommen in het wier. Die is helaas losgeschoten. Dat is mijn rechterhengel. Maar die andere hengel die ging om 4:45 af. En die zit er gelukkig nog aan. Super mooi spiegeltje en uitzettertje. Hé, hé, hé. Dat is mooi geweest, hè.
Maar volgens mij is het dus weer een vis die Daniel ook heeft gevangen. Maar dan echt, toen kon hij nog in één hand optillen. En nu is hij echt wel een heel stukje groter geworden, dus dat is super mooi. Nou, zo eerst even op de film zetten. Eerst die twee badgasten maar eens even uit hun bed wekken. Ik ben er alweer lekker uit. Het is 7:15. Ik moet om 9:30 alweer helemaal ready de paddy zitten. En dan moet ik allemaal gedoucht naar huis, gefietst en alles hebben. Maar dat komt wel goed. Heerlijk nachtje weer. Jammer dat die gasten niet zullen vervangen. Het kan nog steeds, hè? Hey jongens, je kan lekker wakker worden. Maar je kan ook echt heel lekker wakker worden. Heerlijk zonnetje. En dan met een... Oei, 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 oei. Heerlijk vlamtostietje. Inmiddels, Bram. Hij is wakker, hoor. Maar niet voor lang. Maar hij gaat even gauw opschieten, dus dat is mooi. Want hoe lang hebben we om op te rijden, Bram? Nou, jij een half uurtje. Daniel, gewoon de hele dag op de tijd. Ik ken er wel 2 uurtjes liggen. Ja, gaan jullie nog lekker 2 uurtjes liggen? Goedemorgen. Zo, jij ziet er helemaal moe ja, uit. Ja, die haartjes zitten in frisse vreten, volgens mij. Heerlijk. Hé, oude Tosti vreet dit. Half 8 ochtends. En wat hebben we hier? Een rommetje met de vis. Kijk maar. Ja, karpen. Ja, ja, ja. Ja, joh. Ja, maar er zitten daar zoveel wieren, hè. Daar krijgen we regen. Hé, hey, goedemorgen, jongen. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Nee, nou. Nou, ik kreeg al een paar piepies. En ik dacht al, wat staat die lijn strak. Ja. Nou kijk, we zien er goed uit allemaal. Er zit denk of een karper of een bras, man. Een karper sowieso. Zou je denken? Ja, of een zeeltje. Een zeeltje. Een zeeltje! Maar hij zit wel... Hij zit goed vast ergens in het riet. Ja, nee, hij zit niet in het riet. Niet normaal. Ja, in het wier. Oh, ik zie wel koken, hoor. Je moest net eens kijken, vriend. Zo, wedden, het is een spiegel. Dan kijken we de praatjes maken, zeg. In handen. Ik vannacht een mooie zilte van me. Hey. Mooie kapen gevangen. Mooie kapen. Zo, kijk. Kijk die mooie pluim met wier. En Daniel zegt, nee man, er ligt niet zoveel wier op. Er ligt hier pauperveel wier. En hij zegt het gewoon nog ook, hè. Nee, dus ligt hier niet zo heel veel wier. Dat scheppen met wier is helemaal bal. Moet je even horen. Ah, lekker, lekker, lekker. Ik doe zo meteen ook nog een concertje. Klopjes. Kom op, jongen. Klopjes. Kom op. Trillen. Scherp blijven. Hey, oprotten. Zou die erachter zitten? Ja. Die zitten helemaal op. Hé, wat tuin, man. Ik zie wel een kool. Ja, ik zag ook een kool. Ja, laat het los. Ja, karper, dat is een karper. Ja? Ja, kijk, het hangt de karp af, ik. Plukken, kijk. Ja, ziek. Ziek. Ah, ja. Misschien kun je er met dit wel scheppen, joh. Doe wel bij je rechterhand zit. Zo! Plukken, ouwe. Ouwe tuin, man. Kijk eens. Zo. Scheppen. Het is toch best wel mooi ook. Moet met wier en al scheppen. Wacht, ja? Ik probeer hem wel even iets meer daarheen te doen. Zo, het is toch best wel mooi ook, hoor. Ja, is het niet de ene van Huub? Zo! Ah, die is bijna. Zo, er ging even bijna uit met de tuinman. Ja, dat ging best goed. Zo. Ja, beetje te plukken, hé. Zij staat verderop al, kijk. Ja, dat is helemaal kut. Want zo. Zo, hij bleef wel lekker rustig. Ja. Sneaky bastard was het, ja, hè? Ja, maar hij komt door dat video, al dat gewicht. Zo, ziek gek. Nog 2 vissen op de film, zo. Jawel. De tentjes worden ingepakt en de kamer was uit te vallen, maar het is toch gelukt. De vis van Cheese is binnen. Heerlijk, perfect. Gaan we jouw vis eruit halen? Mijn vis op de film zetten. Oh, lekker. En die was gisteravond al moken druk, dus we gaan er wat worden. Ja, gisteravond. Ja, zo, vanochtend. Vanochtend, 3 uurtjes geleden. En jij meneer, blij met je vangst? Ja, eerste visje. Lekker pik. Er lag aardig wat wier omheen, maar je hebt hem. Ja, het was een aardige straat. Dat is jouw eerste vis hier inderdaad, toch? Ja, man. En ik? Ik ben maar weer de zilte man, hè. Het is niet anders. Wat? Ja, ik zag gewoon wat je hebt gedaan. Jongens, kilootje eraf. Kilootje er vanaf. Ga maar eens even wegen, jongen. Eens even uit de schaduw gaan. We zitten te twijfelen. Het zou zomaar eens een vis kunnen zijn die ik vroeger heb gevangen. Ja, of iets heb gevangen. Hij is precies 10 kilo. Oh, dat is toch wel netjes. Ja, lekker. Is toch wel netjes. Zij is Bram met het natte tentje. Ja, lekker.
Ga hem eens even laten zien. Hij is echt helemaal leden, hè? Ja, mooi. Echt geen één schuppie. Nou jongens, daar is hij. Super mooie vis. Heel blij mee. Mooie spiegel, 10 kilo precies. Helemaal leder. En aan de andere kant heeft hij voor mij ook helemaal geen schubben. En eigenlijk super blij mee. Is dat nou die van Wietse? Dat weet ik niet. Dat ga ik thuis even kijken. Maar op een Ronnie-rig gevangen tegen het riet aan. Ook nog één vis verspeeld vannacht helaas. Je ziet het mooie knik achter de kop. Punt gaaf. Puntje gaaf. Dat is ook goud. Waarschijnlijk dus uitgezet. Je ziet het gewoon, dit vissen groeien als kool. Waarschijnlijk nog niet zo oud. Ik zal het even aan de andere kant laten zien. Daar zie je niet heel veel aan, hoor, maar... Precies hetzelfde waarschijnlijk. Oh, hier heeft hij wel één schub. Eén schubpie. Maar hier is een vin. In het midden. Oh ja, daar beneden. Een heel kleintje. Super mooie vis, jongens. Helemaal blij mee. Ja, toch? Even foto's maken en dan kan hij gaan zwemmen. Best. Een puntje gaaf. Lekker pik. Eerlijk. Koning ben ik niet, tot Wietse tot nu toe. Maar we gaan hem inhalen, jongens. De man van de grote praatjes, kijk eens. En hebben we een riet? Nee, nee, hij gaat. Hij gaat vandoor. Hij krijgt rustig. Heerlijk, heerlijk. Hey Bram, jouw vis. Jouw beurt. Ja. Bram de tuinman. Daar is hij dan. Ik had het niet meer verwacht, maar toch in de ochtend nog, in het ochtendzonnetje. En hij had zich even vastgezwommen, maar gelukkig heb ik hem eruit gekregen. Ja, toch nog wel mooi hoor. Is die dan? Wat zou die wegen? Ja, we gaan hem zo eventjes wegen. We hebben hem nog niet gewogen. En ja, op het koppie. Oeh. Op een fake maisje met een bolietje eronder. En kijk eens, hij heeft ook wel op het voer gezeten hoor. Ja? Ze hebben net wel een beetje te schaten. Nou, lekker. We allemaal. Ja, we hebben toch twee gevangen. En nou, dat is toch wel even mooi. Een mooie afsluiten van de sessies, hè? Ja, zo'n ochtends vroeg. Ja, het is ochtends 8 uur of zo. Ja, ook veel gefilmd gisteravond en vannacht. Nee, dat was iets minder, maar ja. Nou, de camera was weer leeg gekut. Ja, ja, nu is het ook maar 1%, dus even bikkelen. Zo, even de andere kant laten zien. Het is het allemaal rieters kompakjes. Ik zag het inderdaad. Yes, andere kant. En hij mag weer terug. Ja toch, hij is een beetje druk, gaan we even wegen. Gaan we vanwege en dan kennen we weer terug. Ja toch. Nou, met het laatste beetje procent gaan we toch even die vis wegen. Kijk, je ziet het. Staat hij goed? Ja. Kijk. Hoi. Kilootje er vanaf. Alsjeblieft. Ik denk dat hij 9 kilo is. Of ook 10 kilo. Nee, dan zit hij 10 niet aan. Til jij maar eens even. Hij is wonder boven wonder. 9.8. Ja. Hij heeft toch even naar huis gevist, hebben die 200 gram? Ja. Onze vrienden slapen hier ook nog steeds lekker. Allee, ga hem terugzetten. Shit, het moet halverwege thuis zijn. Het is 10 voor al mee. Het is 10 voor al mee, we moeten nog alles opruimen. Nou, relax vissen met die shit, hè, met orde de haast. Mooi, pik. Heen, weg, terug, weg. Mooi, de volgende keer gaat hij maar gewoon lekker alleen. Oh, je zwemt er niet in. Lekker pik. Lekker. Ja, lekker gewerkt daar hoor. Slaagde sessie. Ja toch? Kijk, we moeten nog heel de inboedel opruimen. Hé, hey, wat denk je nou? Laat ons even heel graag drogen in de zon. Jongens, welkom bij een nieuwe sessie van Davis. Oh nee, we zijn klaar. Het is de oude, de afsluiter. Het is de afsluiter. Zo, die staat er al toch? Nee. Was een geslagen achie. Ja toch? Twee karpers en zilt. Het is 8:30 ochtends. Lekker weertje alweer. En ja, Bramse kar heb alweer problemen. Ja. Toch een mooi visje gevangen, Bram. Ja, zeker. Heerlijk. Toch lekker gewerkt. Heerlijk. Chitten, onverwachts meegegaan en gewoon nog even een spiegeltje gevangen. Heerlijk. Heerlijk. Dus wat moeten mensen doen? Abonneer voor meer. Doe een blauw duimpje omhoog als je het nou leuk vond. En we zijn volgende week dinsdag weer terug om 4:30. Tjaka, we gaan jullie zien.